Nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Klein S'je. Ik denk dat we snel klaar zijn. Hoop dat er wat leuks ligt. Kom bij jullie terug met de eerste vondst of mooie signaaltje. Wish me luck. De eerste vondst is een superklein knoopje. Staat verder niks op. Eerste signaaltje. Volgende 80. Daar is die dan. Eerste muntje. Een leeuwenzentje. 1899. Deze kant ziet er nog redelijk goed uit. Op naar de volgende. Ik had op mijn laatste zoektocht een bedeltje van Christoffel gevonden. Dat zou de beschermheilige van de schatzoekers zijn. Ik heb hem meegenomen en hij brengt geluk. Silver in the house. 10 cent, 1912. We moeten nog wel even een beetje gaan oppoetsen, maar toch weer zilver. Hartstikke mooi. Op naar de volgende. Weer zo'n klein knoopje. Helaas kaal. En weer een leeuwencentje. Ik kan nog geen jaartal lezen. Nou, daar is het eerste duitje. Zeelandia. Ja, 17. Exacte jaartal moet ik jullie schuldig blijven. Misschien dat ik het thuis na het schoonmaken nog kan achterhalen. En weer een duitje. Ik kan hem nog niet lezen, maar ik denk dat ik er nog wel ietsjes af kan krijgen thuis. En weer een leeuwcentje erbij. Ik kan hem nog niet lezen. Nou, wat dit is. Armpje die een stok of iets dergelijks vasthoudt. Ik ben benieuwd wat het totaalplaatje hiervan geweest is. Bijzondere vondst. Weer een duitje. En ook deze moeten we thuis beter schoonmaken. Een stuk van een speelgoedrevolver. En weer een duitje met een dikke vouw erin. Nou, daar ligt hij al. Geen pinpointer voor nodig. Oh, en dat is nog leesbaar ook. Even kijken. Nou, het is een duitje Hollandia. Die is redelijk goed. De tekst aan deze kant al in het jaartal kan ik nog net niet lezen. Maar ziet er goed uit. Mooie vondst. Mooie leeuwcent erbij. Redelijk scherp. Kijken of ik hem thuis nog een beetje op kan poetsen. En nou, hij is uit 1800. Want die had het nog niet helemaal lezen. Ergens 1880, 1890. Op naar de volgende. Nou, weer een leuke koperen voorwerpje. Mooi versierd. Lijkt alsof hij hier binnen wat op vast heeft gezeten. Steentje of glas. Thuis even uitzoeken wat het is, maar ik denk weer een leuk sieraadje of zo. Ben benieuwd. En een centje gulden tijdperk 1948 met Wilhelmina erop. Een stuk van een vingerhoedje. Een steeltje van een vorkje, een mes of een lepel. Helaas nog niet van zilver. Oorlogsgeld van zink. Aardig versleten. En een setje Juliana, jaren 60. En weer een klein knoopje. Oogje er nog aan. Nou, geen idee wat we nu weer hebben.
prachtig versierd. Geen idee wat het is. Thuis even schoonmaken, uitzoeken en dan laat ik het je hopelijk weten. Nou, kijk of deze live dik wel wat oplevert. Puntje. En hij glimt ook nog een klein beetje. Even oppoetsen, momentje. Ja, super. Het is toch een zilveren duppie. Jaren 30. Exact kan ik nog niet lezen. Gaan we er even oppoetsen thuis. Maar... tweede zilveren duppie op dit veld. Top. Nu nog een kwartje of een gulden. Op naar de volgende. En het volgende muntje, leeuwencentje. Eind 1800. Ziet er ook redelijk goed uit. En nog een zinken centje uit de oorlog. Volgende geldje, mooi klein esje. Kijken of hier nog wat te vinden is. Nou, eerste muntje hier. Centje van zink, Tweede Wereldoorlog. En de tweede vondst hier is een gesp. Ongelooflijk. Hij is nu nog aardig zwart, maar hier aan de randjes kun je het wel zien. Weer een zilveren dubbeltje. De derde al, dat is echt niet te geloven. Straks even oppoetsen. En dan kijken welk jaartal het is. En hopelijk een keer eentje uit 1800. Maar... ik ben er bang voor. Ziet hem straks terug. Willemsend, 1827. Deze kat nog niet goed leesbaar. Deze ziet er redelijk uit. Wow, kruisje. Super gaaf. Denk ik met hout ingelegd geweest. Toffe vondst. Ja, de laatste tijd veel religieuze dingetjes gevonden. Dit weer een hangertje. Ik denk met Maria erop. Gaan we thuis nog even beter oppoetsen. En een mooie koperen vierkante spijker. Leuk ding.